Yo, hele goede morgen. Mijn naam is Leroy. Ik ben met Marije en met de yoghurt. En we gaan vandaag wat leuks doen. De kerstdagen komen er weer aan. Jullie hebben kunnen genieten van alle vakantieperikelen. Ja, dan is het toch alweer tijd voor de feestdagen. Dat wordt natuurlijk anders dan anders. We gaan nog even zien hoe we het allemaal gaan oplossen. Maar in ieder geval wat we gaan doen is het huis leuk versieren. En daarvoor gaan we nu inkopen doen. En zo zijn we gekomen bij het tuincentrumpje in Zwaanshoek, Global Garden. Hier komen we eigenlijk elk jaar om te kijken wat ze hebben. De show is open al sinds een aantal weken, dus we gaan even kijken wat we kunnen vinden. Ik moet even kijken of we allebei een karretje mogen pakken. Ja, dat moet denk ik zelfs. We gaan het even zien. En of we mogen filmen, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. We zijn er dus in Zwaanshoek bij de kerstshow en we gaan nu naar binnen. Ook hier weer aan looproute, desinfecteer je handen. Ze hebben hier allemaal leuke kransen, maar ik vind die kleuren dan weer niet zo leuk. Ik denk dat je het ook wel makkelijk zelf kan maken. Ik ga even kijken of ze daar spullen voor hebben. Ik ben Leroy ondertussen kwijtgeraakt. Die gaat veel sneller door de paden dan ik. Ze hebben hier zoveel spullen dat je ogen tekort komt eigenlijk. Ik heb deze twee ballen gevonden. Ik hoop dat Leroy ze ook leuk vindt. Ik ga hem even zoeken. Nou, we zoeken ook aan die tafereeltjes van die dieren. Ze hebben dit jaar wel echt wel heel veel. Deze is ook wel leuk. Heb je er wat? Ja. Dus zo. Ballen. Ja, oké. Vind je die leuk? Krijg je honger ervan als je die paar stukken ziet? Ja. Die muizen zijn ook schattig. Ja, daarachter staat gewoon de oven. Ja, de koekjes. Ik heb ook donuts voor in je boom. Ja, maar dat is niet onze stijl, joh. We hebben toch met dieren. Dieren en ja. Dat soort dingen. Dieren en een beetje natuurlijk. Ja. Ja, superleuk hier. IJsjes natuurlijk.
En elke keer zie ik weer dingen waarvan denk ik, oh, wat is ook weer nieuw. Maar Marij, je ging net wel tegen de looprichting. Ja, ik kan het niet. Maar daar is helemaal niemand. Nou, dan mag het. Maar nu wil ik weer tegen de looprichting. Waar wil je heen dan? Okay. Kijk, dit wordt een beetje ons gedeelte, denk ik. Je hebt je Disney-oren ingerold voor rendieroren. Ja. Het is erg heftig, deze kamer. Ja, het is erg aanwezig. Vind ik leuker dan zo'n giraf. Ja, doe maar. Je hebt echt zo'n zacht stofje. Ja, doe maar eentje dan. Deze? Of wil je echt zo'n panter? Oké. In plaats van die giraf? Ja, is goed. Ik heb een leuke vos gezien om bij ons eekhoorntje te zetten die we thuis al hebben. Maar ik vond hem een beetje duur. Dus we gaan nog even verder kijken of we hem ergens anders misschien nog zien. De kans is aanwezig wat we hier nog terug kan. Dat kan. En ik wilde graag een leuke krans maken om voor het raam te hangen. Maar ze hebben hier alleen hele grote kransen en ik ben bang dat het te zwaar wordt om op te hangen. Dus we moeten ook nog even verder kijken. Ja, dat was de kerstshow in Zwaanshoek hier bij Global Garden. Even knuffelen met de beer. Ja, dit was de kerstshow al. Ja. Was snel ervoor doorheen. Was ook rustig. Nou, we hebben twee kerstballen. Twee hondenbeeldjes. En Marije heeft wat geurkaarsjes meegenomen die lekker kerstig ruiken. Ja. We gaan afrekenen en we gaan door naar het volgende thuiscentrum. We gaan even een molen gekocht. Zie je? Hey. Ja, ik ga bij het andere, ga ik echt voor huisjes kijken. Ja, zo. Dat is veel uitgebreider. We moeten wel kijken, dus zorgen dat het dezelfde groot is als die we al hebben. Ja, of we kijken als we een leuke aanbieding hebben. Als we een leuke aanbieding hebben. Want nu komen ze sowieso niet echt overeen. In die berg, want ook natuurlijk die hout ook wordt gebeeld. Ja. Hallo, Leroy. Hoi, oma, is mee. Hoi, oma. Hoi. Wat gaan jullie doen vandaag? We zijn nu even in een paar tuincentrum zijn we. Oh. Hoezo dan? Heb je zin om hier te eten? Heb je zin om bomen te eten? Ja, is goed. Wat gaan we eten dan? Nou, ik heb nog van gisteren heel veel dingen gemaakt. Wat is dingen? Ja, ik zat deze onder stokjes en wat groenten. Gado, gado. Oké, okay, ja, is goed. Oké. Okay. Heeft u ook kip? Nee. Wat zeg je? Heeft u ook kip? Nee. kun je dat even halen bij de, hoe heet dat? De kippie? Bij Steven? Of niet? Ja? Ja, ja, kan ik even doen. Ja. Ja. Nou, haal ik even een paar kippenkluifjes. Nee? Dan, okay, sorry. Dan haal ik daar kippenklijfjes. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja. Okay. Nou, dan zie ik jullie straks. Tot jo. Vanmiddag. Jo, doei. Doei. Tuincentrum nummer 2. Tuincentrum Osdorp, Amsterdam. Hier komen we ook graag en dat is vooral omdat dit met de huisjes, de kersthuisjes, dat is toch wel echt de attractie hier, zeg maar. De publiekstrekker. Het is ook heel groot. Ja. Heel groot, fijn tuincentrum. We zijn nog redelijk vroeg, want het is hier wel drukker dan het tuincentrum waar we net vandaan komen zien. Nou, we gaan gewoon even kijken hoe het gaat. En we gaan op de terugweg denk ik even een oliebolletje scoren. Ja, ik heb wel een trek.
We gaan naar binnen. Lampjes, dat is misschien wat leuks wat ik vind van Tech. En je hebt echt alles, hè. Je hebt ook tegenwoordig regenbooglampjes in de . Ja. Nou, het mooiste vind ik toch dit. Echt wat warm gele. Nou, lampjes komen nu niet voor, want dat hebben we nog niet echt. Ja, ik kan hier nog even kijken bij die sterren. Ja. Hij is hier. Ja. Het is ook mooi om te zien. Het zijn natuurlijk vaak altijd kassentuincentrums. Dat ze gewoon zeilen ophangen om het gewoon wat donkerder en gezelliger te maken. Daar is over nagedacht. Ja, bij de lantaarnpaal naar rechts. Marij, kom eens. Zullen we een budget per persoon afspreken? Dan gooien we allemaal dingen in elkaar. Mm-hmm. En kijken of we het gehaald hebben. Of we het gehaald hebben? Ja, of we het budget hebben gehaald natuurlijk. Nou zo. Ja, is goed. Zoeken we allebei iets voor in de boom. Iets om neer te zetten. En verder? Huisjes. Oké. Dat is nu weer aankleden. Ja, is goed. Oké, okay, 50 euro per persoon? Ja. Oké, okay, succes. Nee. Ik kan het echt zo gek niet bedenken en het is hier allemaal neergezet. Het ziet er echt super tof uit. Hier heb je ook een skidorpje. Ga ik even kijken als daar wat een nieuwe plek is. We komen net uit het doolhof van de huisjes en ja, we hebben super leuke dingen gezien, alleen er was gewoon te veel keus. En daarom is ons mandje ook nog gewoon steeds leeg. Marije zit hier in een krans. Ja, ook wel zo'n ronde. Of dit is ook leuk, er zitten wel lampjes in. Maar ik weet alleen hoe ik het aan het raam moet hangen. En waar wil je het hangen? Gewoon voor bij de bank, bij het raam. Ja, we moeten eerst even kijken hoe we dat gaan doen. Of we achter gaan doen. Ja. Zullen we challenge doen? Wat is? Vindt u het duurste kerstboom? Oké. Ja? Ja, oké. Okay. Zie je zo. Ja. 20 kerstboom. 20 duurste kerstboom. Oké. Okay. Ik zie hier bal 4 euro. 4,29 is nu de duurste die ik zie. Nou, moet er echt een bal zijn. 20 duurste kerstboom. Dat is nog niet zo makkelijk. Oké, ik vind hier dus een kerstbal van 32 euro. Maar ik heb er net wel één gezien van 37 euro, dus die ga ik zo nog even zoeken.
denk dat ik ga winnen. Dit is weer zo'n merk gerelateerd, maar het zijn niet echt bollen. Deze zijn wel echt duur. Ja, het is allemaal snoep. Ik weet niet wat tel. Deze is 12 euro. Ja, het is een kerstbal. Oké, kijk of Marije altijd. Niet kijken, de tijd is op. Ja, maar de tijd is op. Ik heb er ook een. Ja? Ik moet dit zien van jou. Ik heb sowieso gewonnen. Die van mij is 12,95 euro. Nee. Die van mij is 36,50 euro. Ja, dag. De Ark van Noach. Holy shit. Hij is wel echt gaaf. En ik dacht gewoon dat ik gewonnen had, hè, van 12 euro. Ik heb nog andere gezien van 32 euro van Coca-Cola en zo. Ja, maar daar ben ik helemaal niet geweest. Nou, ik heb verloren. Het is echt jammer dat het zo duur is, want hij wordt wel heel gaaf geweest. Ja, hij is zeker ook zwaar, of niet? Ja. Maar dat valt best mee. Ik heb ook een ander leuk, deze wil ik voor in de boom. 1,50. Ja, die mag wel. En wil je die even terughangen? Ja. Man, ik durf, goed, niet, ik durf niet vast te houden. Maar deze had je al gezien voordat je de challenge aanging? Dat is echt gemeen weer. Misschien. Echt gemeen weer. Zo kan ik ook spelletjes spelen. Ik dacht echt, hè, je ziet hier overal ballen van 2,25, 2,70. Ik dacht echt, nou, 12 euro heb ik echt goeie. Kom maar even aan met eentje voor 35 euro. Ongelooflijk. Onze haanwinsten zijn op één hand te tillen. Dus ja, we hebben eigenlijk niet zoveel gekocht. We hebben wel veel inspiratie opgedaan. En we gaan door naar het derde tuincentrum. En dat gaat jullie weer 10 seconden kosten. Mag je hem open doen? Ik ga eens even de auto open doen. Ik zie jullie zo. En zo zijn we in het derde tuincentrum. We zijn nu in de intratuin. En ook hier gaan we weer op zoek naar leuke kerstspullen. Nou, het budget geldt nog steeds. Oké. Wat is het eigenlijk trouwens tegenwoordig op al die tuintjes? Elk tuincentrum verkoopt niet tweetjes fris. Ja, dat wel. Wat is het voor een kokos van? Dat is voor een sherry. Oh ja. Ja, ik snap ook niet dat ze dit overal hebben, joh.
Nou, dat was het derde tuincentrum. Hadden we wel huisjes die we wel leuk vonden, alleen ja, niet helemaal wat we... Ja, we hebben natuurlijk in het tweede tuincentrum in Osdorp natuurlijk hele gave huisjes gezien. Ja, die zitten in ons hoofd. Ja. En dan is het lastig om daar nog iets alternatief voor te vinden. We gaan nog naar één tuincentrum. En dan is de tuincentrum echt klaar voor vandaag. Yes? Yes. Oké. Okay. Nou, weer een stukje rijden. Hier. 8 euro, neem dit gewoon, pak dit. Ja, ik heb die andere nu ook al. Ja, dat, ik zei het dat ik dat niet meer zo. Zal ik die gewoon voor de zomer bewaren? Ja. Ik wil zo leuk. Neem je die mee? Is ook heel leuk. Die sterren vond ik leuk. Nee, dat heeft niks met kerst te maken. Nou, we zijn inmiddels in het vierde en laatste tuincentrum van vandaag. Hierna kan ik ook even geen tuincentrum meer zien, denk ik. Kijk wat we hier allemaal weer gaan scoren. Marije heeft alweer een paar dingen in de wand gelegd. Die kerstballen. Met een lampje. Leuk, ja, kom maar. Die heeft de olie van sneeuw op mijn hoofd. Wat een drama. Ja, misschien is het daardoor wel dat bosje van weten. Wat was het? Ja, bosje. Bosje was dat, hè? Ja. Ik heb ook een leuk hekje gezien. Ja. Klopt, ja. Ja, goed. Het is het nou? Het is het nou, denk ik. Zo. Nou, Marijtje, we zijn weer lekker thuis. Ja.
Kijk, Binkje, waar mij pak even de spulletjes. We zijn terug van 4 tuincentra bezoeken. 4 kerstshows heb ik bezocht. Daarna zijn we een hapje wezen eten bij mijn oma, lekker Indisch. En nu gaan we eens even kijken wat we allemaal hebben gekocht. Ik zet de hond even op de grond. Kijk, dit is natuurlijk een mooi verhaal. Marije had eerst deze gekocht. Nee, ze die nog even niet. Marije had eerst deze gekocht. Ja, dat ga ik zelf leuk maken. Ik zei, ja, doe dat niet. Ik koop nog gewoon gelijk kant en klaar. Nee, dit was goed. Toen kwam ik deze tegen. Dus, alsnog, een kant en klaar. En deze die gaat weer de la in tot aan de velden. Ja, ik ga wat anders maken. Ja, misschien met die droogbloem die ik... Dus, maar dit hebben we dus gekocht. Het is een, wat is dat? Een soort krans. Ja, voor het raam. Hartstikke leuk. Zo. Wat heb je nog meer gekocht? Deze heb ik uitgezocht. En dit is een... een rendier met een bondkraag. Heb je die ook uitgezocht? Deze had ik uitgezocht. Dat is een ijsbeertje. Allemaal voor in de boom, want wij hebben altijd allemaal een beetje dieren in de boom hangen. Vind ik wel leuk. Een beetje natuurlijke dingen. Ja. Ik heb een mini ijsbeertje voor in de boom. Mini ijsbeerboombeer. We hebben nog van die beeldjes gekocht van hondjes. Deze twee. Ik wil ijs scherp. Stel, ja, nu wel. Top. Twee hondjes. Wat is er? Met andere rokjes. En dan hebben we nog. Nog kerstballen. Twee met droogbloemetjes erin. Deze hebben we plastic. Ja. Deze hebben we glas. Die zijn iets groter. En er staan ook een soort droogbloemenachtig, maar dan met ja, een beetje van die veerachtige bloemen. Dat is een soort van pluimpjes eigenlijk. Ik weet niet of je het goed kunnen zien, want hij is... Wordt niet echt scherp, maar... Moet ik ietsje ervan afhalen. Nou, ik ga zo nog kijken of ik zo nog even mooi erop kan krijgen. En dan nog 2 van deze. Dit is een glas, hè? Glas. Dit was gewoon leuk. Beetje gouden... Glasgoud. Glasbollen. Ja, leg ze maar terug in de deus, man. Ja. En nog... Geurkaarsjes. 4 verschillende geurkaarsjes. Dus, de eerste aankoop is er geweest. We gaan later deze week gaan we even de zolder op kijken wat voor spullen we allemaal nog hebben. Daar liggen ook nog 2 kunstkerstbomen, maar ik denk dat er toch wel weer voor een echte aan dit jaar. Yes. Dus dan moeten we wel wat langer wachten met de kerstboom optuigen, maar ja, we kunnen wel de rest van het huis versieren. Dus dat gaan we zeker doen. Kijken wat we hebben, kijken wat we nog moeten gaan halen. Ik heb trouwens nog een andere kerstboom. Met droogbloemen erin. Die kwam wel leuk bij die andere die we nu gekocht hebben. Ja. Maar als je nou gewoon even dit eruit haalt, want het zijn geen kerstbollen. Toch niet aan. En die hondjes kunnen we alvast neerzetten. Ja, is goed. Dus ja, we zijn goed geslaagd wat dat betreft. We hadden wel een budget met elkaar afgesproken. Allebei 50 euro leuke dingen vinden. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, qua budget wel, maar niet qua spulletjes vinden. We gaan nog op zoek naar leuke huisjes die we willen hier op de kast achter ons gaan plaatsen. Dus daar gaan we nog zeker mee kijken. We gaan nog allemaal leuke dingen kopen om het huis te versieren en een beetje gezellig te maken. En iets leuks voor in de voortuin wil ik nog. En iets leuks voor in de voortuin willen we nog. Nou, was een geslaagde dag zo, hè? Ik ga even opruimen. We gaan even opruimen. We gaan even lekker genieten van onze avond. Ik ga de video afsluiten. Vond je dit een leuke video? Wil je meer zien van de kerstvideo's die eraan komen? Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Laat in de reactie weten beneden wat je ervan vindt. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Hoi hoi!